De Braziliaanse ambassadeur José Rafael López Méndez de Azeredo is de regering en het Surinaamse volk zeer erkentelijk voor het warme onthaal van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro en zijn delegatie. De diplomaat blikt terug op een historisch bezoek. Niet alleen omdat dit het eerste bezoek na jaren was, maar het was tevens het eerste bilaterale bezoek, zegt Azeredo. Tijdens de gesprekken hebben president Santucci en zijn Braziliaanse ambtgenoot zich gebogen over de goede vooruitzichten van de olie- en gasindustrie in Suriname. Er is van gedachten gewisseld over hoe Brazilië kan meewerken aan de ontwikkeling hiervan en hoe dit past in de energiebehoeften van de noordelijke gebieden van Brazilië.